We zien de laatste tijd steeds meer nieuws over de olieprijzen, tegenwoordig zelfs wel dagelijks. Dan gaat het bijvoorbeeld over de prijzenoorlog tussen verschillende olieproducerende landen, de dalende olieprijzen zelf, de dalende koersen van aandelen van oliebedrijven zoals Shell. En dat heeft allemaal weer te maken met die overcapaciteit. Vanwege de crisis is er nu minder vraag naar olie. Maar hoe en hoeveel kunnen wij daar nou van profiteren als consument zijnde, als particulier zijnde? Op dit kanaal maak ik eigenlijk vooral video's over beleggen, maar ook over geld sparen en bus sparen. En beide onderwerpen gaan we trouwens in deze video behandelen. We gaan namelijk beginnen met kijken naar olieprijzen en hoe de prijs van een liter benzine die jij of ik betalen bij het tankstation tot stand komen. Vervolgens gaan we kijken hoe de prijs van een liter benzine verandert wanneer de olieprijs bijvoorbeeld nog zou halveren. En we sluiten deze video af met wat tips voor beleggers, voor mensen die nog willen gaan beginnen met beleggen, juist vanwege deze lage oliekoersen. Oftewel, genoeg informatie dus in deze video, dus laten we snel beginnen. Laten we deze video beginnen met de olieprijzen en dan pakken we even het laatste nieuws erbij, het nieuws van afgelopen maandagavond. Toen zagen we dat de prijs van een vat Brentolie onder de $20 dook. En dan moet je weten dat er twee verschillende soorten olie zijn. We hebben ten eerste te maken met de Amerikaanse olie eigenlijk. De WTI, wat staat voor West Texas Intermediate. En dit is eigenlijk de olie die ook in Amerika gewonnen wordt en ook vooral voor de Amerikaanse markt is. En het was deze soort olie die 2 weken geleden in het nieuws was vanwege zijn negatieve koers. Dat je toen eigenlijk $40 per vat erbij kreeg wanneer je de olie afnam. Dat had ermee te maken dat de vraag heel erg is afgenomen naar olie. Met -30%, maar dat de productie eigenlijk nog best wel bij het oude niveau ligt, omdat het eigenlijk overcapaciteit is. Wanneer je op dat moment een oliecontract had van de WTI, dan was je eigenlijk verplicht deze olie in ontvangst te nemen. Maar juist het opslaan van deze olie wordt steeds lastiger. De grootste opslagen liggen eigenlijk al vaak van 90% vol of meer. En het gedeelte wat nog niet bezet is, heeft waarschijnlijk te maken dat het nog in onderhoud is, dat er geen olie in opgeslagen kan worden. Zo heeft ook bijvoorbeeld Amerika inmiddels al meer dan 500 miljoen vaten olie op voorraad staan. En ook voor de kust van Los Angeles liggen heel veel olietankers eigenlijk vol met olie of klaar om gevuld te worden met olie, om juist nu deze goedkope olie op te slaan in de hoop om op een later tijdstip, dus over 1-2 maanden, tegen een hogere koers te verkopen. Alleen waar een paar maanden geleden je een olietanker van €25.000 per dag kon huren, is dat nu al opgelopen tot €250.000 per dag dat het kost om daar dus je olie in op te slaan. Maar dat was dus de situatie bij de WTI, de Amerikaanse olie. Daarnaast heb je nog de Brentolie. Dit is eigenlijk de standaard voor heel de wereld buiten Amerika om. Maar ook deze olie wordt trouwens in dollars verhandeld en staat dus nu zo rond de $20 per vat. En dan moet je weten dat een vat olie 157 liter bevat. Dus hou het even in de gaten voor deze video. Als je dat omrekent bij een koers van $20 per vat, komt dat neer op zo'n 13 cent per liter ruwe olie. En dit is dan de prijs die een olieraffinaderij betaalt. Dit is maar een klein gedeelte van de prijs die je uiteindelijk aan de pomp bij het tankstation betaalt. Want laten we even gaan kijken naar de opbouw eigenlijk van de prijs van een liter benzine. Dan bestaat hij uit verschillende onderdelen en de eerste daarvan is productiekosten. En dit zijn dus de kosten die gemoeid zijn bij het omzetten van ruwe olie naar benzine of diesel en dat vervolgens ook te transporteren naar het tankstation. De schattingen zijn dat dit voor benzine zo'n 20% van de uiteindelijke prijs uitmaakt en voor diesel zo'n 30%. En dit houdt dus in dat bij benzine bij een literprijs van €1,50 zo'n 30 cent naar de productiekosten gaat. Het volgende onderdeel is marge en dit is zowel de marge voor de raffinaderij als voor de pomphouder. Zij willen natuurlijk ook geld verdienen, zij moeten natuurlijk ook geld verdienen aan de productie of aan de verkoop van olie. En dit is ongeveer zo'n 10% van de verkoopprijs, wat dus bij die €1,50 neerkomt op 15 cent. Het derde onderdeel, wat voor een groot gedeelte van de verkoopprijs zorgt, zijn de accijnzen. En gaan we in dit grafiekje kijken voor benzine, dan zien we dat in 2016 nog zo'n 77 cent per liter benzine was. Maar in 2020, dit jaar dus, is dat al gestegen naar 80 cent, iets meer dan 80 cent zelfs. En dat houdt in dat die iets meer dan 80 cent bij een literprijs van €1,50 53% van de uiteindelijke verkoopprijs dus opgaat naar accijnzen. En als je dan denkt dat daarmee de overheid zegt van ik heb genoeg verdiend, dan heb je het mis, want dan komen we bij het vierde en laatste gedeelte van die kostprijs of van die verkoopprijs, zo moet ik het zeggen. En dat is de btw. En over alles wat eigenlijk verkocht wordt, wordt btw geheven. Je hebt verschillende
percentages. Je hebt 0%, je hebt 9% voor levensbehoeftes en uiteindelijk ook 21%. En natuurlijk hoort benzine niet bij je levensbehoefte, dus hier wordt 21% overgeheven. En bij een prijs dus van 1,50 euro per liter komt dat dus ook nog neer op zo'n 25 cent. En dus het grootste gedeelte van wat jij betaalt gaat uiteindelijk naar de overheid. Bij een bedrag van 1,50 euro is dat zelfs 2/3. Dus een euro gaat naar de overheid vanwege die accijnzen en btw. En dus maar 50 cent wordt verdeeld over de raffinaderij en de pomphouder. Maar hoe kun jij daar als consument zijn en nou van profiteren? Nou, ik denk dat er drie manieren zijn. Ten eerste kun je natuurlijk naar een onbemande pomp gaan. Vanwege, het zegt het al, de naam onbemand, wordt daar bespaard op vooral personeelkosten. Die besparing wordt voor een groot gedeelte doorbelast. Alleen het is een besparing aan de klant. Maar het houdt in ieder geval in dat je waarschijnlijk per liter toch weer een paar cent kunt besparen op deze manier. Een tweede manier is om te beleggen in olie of oliegerelateerde aandelen. Maar daar komen we later in deze video nog op terug. En een derde manier is de tankpas van United Consumers. Bij United Consumer kun je besparen op heel veel vaste lasten. Zoals bijvoorbeeld energie, autoverzekering, maar ook met tanken tot wel zo'n 50 euro per jaar. En als je nou benieuwd bent hoe jij extra kunt besparen, een link naar United Consumers vind je in de beschrijving onder deze video. We hebben dus gezien dat de olieprijzen dalen. En wat nou als dit nog een tijdje door blijft dalen? Hoeveel kan de prijs die wij betalen dan nog verder dalen? Dan moet je ten eerste weten dat olie wordt verhandeld met zogenaamde termijncontracten, futures. Dat wil zeggen dat je eigenlijk nu een contract koopt om de volgende maand bijvoorbeeld olie af te nemen. En je bent dan verplicht ook af te nemen tegen een bepaalde prijs. Kijken we nou naar de futures voor Brentolie in de komende maanden, dan zien we dus bij juni zo'n bedrag van ongeveer $20 staan. In juli is dat $23 en in augustus is dat $25. En dit komt omdat de verwachting is dat de economie weer op gaat starten. Dat de vraag naar olie weer toe zal nemen, waardoor de prijs omhoog gaat. Maar we kunnen ook weer zo'n situatie krijgen zoals we bij WTI 2 weken geleden zagen. Dat eigenlijk niemand zat te wachten om olie in ontvangst te nemen. Dat iedereen er liever van af wilde van die contracten. En dat daardoor juist de prijs negatief gaat. En dat is zeker te verwachten wanneer deze crisis nog een tijdje aanhoudt. Dus laten we er in dit voorbeeld van uitgaan dat de prijs van Brent zou halveren en dat dus uitkomt tot $10 per vat. Dat betekent dat de literprijs van een ruwe olie dan 6 cent wordt. Nou, de productiekosten waren eerst 30 cent, maar met deze afname en misschien nog iets meer besparingen, al zal een heel groot gedeelte van de productiekosten vaste lasten zijn, daalt de productiekost dan uiteindelijk van 30 naar 20 cent. Nou, daarbovenop komen nog de marge, die blijft gelijk op 15 cent, want de pomphouder en de raffinaderij willen ook en moeten ook geld verdienen. Accijns blijft hetzelfde, het is een vaste prijs per liter van zo'n 80 cent laten we zeggen. En de btw, dat is dus 21% over al die bedragen hieraan vooraf, 1,10 euro. Oftewel 23 cent btw komt er dan bij. Oftewel halveert de prijs van Brentolie dus nog, dan zullen wij waarschijnlijk 1,35 euro per liter benzine gaan betalen. En juist dus door die vaste bedragen van accijnzen of het vaste percentage van btw is het niet zo dat wij zo volop mee kunnen profiteren van die dalende koersen. Maar aan de andere kant, het is toch al wel weer zo'n 20% goedkoper dan een paar maanden geleden. Alleen een beetje jammer dat we juist in deze tijd van die goedkope prijzen niet zoveel kilometers maken. En kijken we dan naar het laatste onderdeel van deze video, investeren bij lage olieprijzen. Nou, heel veel kijkers, heel veel volgers van mijn kanaal zijn bezig met beleggen en ben je nog niet begonnen met beleggen, maar ben je daar wel in geïnteresseerd? Onder deze video zal ik een paar links plaatsen naar verschillende video's of verschillende brokers zoals de Giro, zodat je eigenlijk de basis hebt om te beginnen met beleggen. Maar wat je een paar weken geleden dus zag, dat de olieprijs hard naar beneden ging, echt kelderde, dat mensen bij lage prijzen denken dat er een goede kans ligt om te kunnen profiteren op de lange termijn. Juist door deze tijdsdruk gaan ze snel aandelen kopen en komen dan uit bij een olie-ETF. Bij een olie-ETF is dan wel belangrijk dat je weet hoe het werkt. Het werkt namelijk zo dat deze ETF eigenlijk de contracten voor de volgende maand koopt. En wanneer die maand bijna aanbreekt, dan gaan ze deze contracten verkopen om vervolgens de contracten van die maand erop te kopen. Dit doen ze natuurlijk omdat ze niet fysiek de olie in ontvangst willen nemen, maar eigenlijk juist willen speculeren op de koers van olie. En normaal gaat dit goed, alleen nu is het net andersom, dat juist de contracten op de korte termijn minder waard zijn dan de contracten op de lange termijn. En wat krijg je dus? Dat je die contracten voor de volgende maand, die misschien als je geluk hebt $10, $20 zijn, dat je die gaat verkopen om vervolgens dus die contracten van de maand erop te kopen tegen een hogere prijs. Wat wil dus zeggen dat je eigenlijk bij iedere aankoop die je doet van de maand later je in principe verlies leidt. Dus olie-ETF's zijn zeker niet aan te raden in tijden van onzekerheid en een crisis zoals nu. Eerder in de video hadden we het wel over olieopslag.
Ik heb het trouwens ook in een vorige video ergens daarover gehad. Bijvoorbeeld Vopak is zo'n bedrijf wat heel grote tanks heeft waarin olie wordt opgeslagen. Maar denk bijvoorbeeld ook aan die olietankers waar ik het eerder over had. Die eerst 25.000 euro per dag kost om te huren. Maar nu vanwege die grote vraag 10 keer zo duur zijn met 250.000 euro per dag. Maar let bij deze bedrijven dus zoals Vopak of Nordic American Tankers goed op naar de waardering van het bedrijf. Heel veel investeerders zijn je al voor geweest, die hebben veel sneller gereageerd. Waardoor bijvoorbeeld het aandeel van dit tankerbedrijf de laatste tijd al is verdubbeld. Dus het is nog maar de vraag of het nu de juiste prijs is. Zeker wanneer dadelijk de crisis langzaamaan voorbij is. Dan zal de omzet en winst dus van deze bedrijven af gaan nemen omdat er minder wordt opgeslagen. En dus ook de koers van deze bedrijven weer dalen. Dus als je nu nog instapt is het misschien niet meer het juiste moment. Dat is in ieder geval een punt om zelf onderzoek te doen wat jij verwacht van deze crisis. En hoe deze bedrijven dus nog op dit niveau of misschien zelfs wel beter kunnen presteren. Zelf denk ik dat het misschien nu alweer te laat is om er nog echt van kunnen profiteren, zeker zonder al te veel risico te nemen. Maar het is misschien wel een goed moment om al het nieuws bij te houden, om een plan te maken dat mocht er nog een keer in de toekomst dit voordoen, dat je dan weet wat je moet doen, dat je meteen kunt beginnen en dat je op dat moment wel kunt profiteren van de situatie. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Bedankt weer voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog, dan weet ik welke onderwerpen jullie leuk vinden. En daar help je het kanaal mee dat meer mensen deze video te zien krijgen. Wil je zelf nog meer video's zien? Ik maak elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus klik hieronder op abonneren. Klik op het belicoontje om altijd weer een melding te krijgen. Heb je nog tips, suggesties, verbeterpunten voor deze video of misschien voor een volgende video? Laat dat weten in de reacties onder deze video. Nogmaals, bedankt voor het kijken en hoop ik je graag in de volgende video weer te zien.